Hallo, ik ben Ingeborg Kertees van Practoraat Mediawijsheid en deze tutorial gaat over Where Be, dat vroeger Appear In heette. Als je dan voor de eerste keer opkomt bij Where Be, dan is het eerste wat je eigenlijk moet doen is inloggen. Dat is een verschil met zoals Appear In vroeger was. Want daar hoefde je in eerste instantie niet eens in te loggen. Maar als je een conference call wil openen, moet je dat wel eventjes doen. 048885. En dan zie je eigenlijk meteen wat voor soorten abonnementen er zijn. Ik hou het gewoon bij het gratis account. Dat is forever free, zeggen ze. En daar hebben ze zich tot nu toe keurig aan gehouden. En je ziet al dat ik hier één kamer heb. En dat is ook meteen het maximum. Ik kan met een gratis account kan ik één kamer hebben, maar die kan ik wel behouden. Dus deze naam die kan ik gewoon behouden en deze elke keer weer gebruiken. En ik kan maximaal met 4 mensen een conference call gaan houden. Dus dat is de beperking die hierin zit. Zodra ik hem aanklik, zie je mij vervolgens in beeld verschijnen. En je ziet hier ook wat ik kan doen om mensen uit te nodigen voor die conference call. Ik kan dus eigenlijk gewoon deze link kopiëren en eventjes in een mailtje plakken of iets in de geest. En voor de mensen die een app hebben op de telefoon, hoef ik eigenlijk alleen maar te zeggen van je moet naar de naam van de kamer gaan. Dat is Practoraat Media Wijsheid. Hi, ik heb Renske ook uitgenodigd. Die zal er zo ook bij komen. Ik hoop dat ze het nu ook. Ik denk nu. Kan jij misschien even naar de toe lopen, Marloes? Want volgens mij zit jij in de hoek. Ja, ja. Ik zal eens even naar de kijker. Dit bewijst ook meteen dat Marloes heeft dus de app geïnstalleerd op haar telefoon. Je mag erin. Ja, je mag erin. En dat betekent dus dat je lekker mobiel bent. Ik doe het vanaf de computer. En er komt zo nog een derde collega bij. Daar is Renske. Perfect. Hallo. Nou, je ziet eigenlijk dat het heel erg simpel te doen is. En ik laat meteen nog even wat extra opties zien, want er zijn wat dingetjes vernieuwd. Dit programmaatje heette vroeger Appear In, maar tegenwoordig heet het Where Be. En er zitten nu wat extra opties in, waaronder Share Screen. Dus ik kan, als ik hierop klik, kan ik mijn eigen scherm delen. Ik kan mijn volledige scherm delen of alleen een venstertje of alleen een tabblad van eventueel een browser waar ik in zit. En op het moment dat ik dat doe, dan zien jullie dus nu mijn extra scherm. En dan kan ik vervolgens hier extra dingetjes laten zien. Dus ik zou bij wijze van spreken hier even uit kunnen gaan. En dan zien jullie nu mijn scherm. Ik ga het delen weer even stoppen. En weer even terug naar Appear In. Ook wat we al eerder gemerkt hebben, dat is als je samen in één ruimte zit of dat het wel eens lastig is. Je kan hier je microfoon eventueel uitzetten, tijdelijk je camera openzetten of uitzetten, sorry. En we kunnen een chatfunctie gaan starten. Dus ik zeg eventjes, hallo Marloes, welkom. Renske. Ah. Dus jullie kunnen, dus ook dat is mogelijk tegenwoordig, dat is nieuw. Dus misschien willen jullie hey, kijk, wat terugschrijven, top. helemaal goed. Hier wil ik het even bij laten, want meer heb ik hier eigenlijk niet over te vertellen. Of zo simpel is het eigenlijk. Dus dan ga ik gedag zwaaien en dan ga ik de ruimte verlaten. Doei doei, tot vanmiddag. Oké, nou, zo simpel is het dus eigenlijk. Ik zal de chat ook eventjes uitzetten. En zo simpel is het dus ook om mensen uit te nodigen die je graag uitgenodigd wil hebben. Dus alleen maar een linkje sturen naar eventjes een appje of in Teams of waar dan ook. En zij hoeven niet eens in te loggen. Oké, dankjewel. Veel plezier met wearbe.com.